Hey mensen, welkom bij een nieuwe serie. Dus een nieuwe video. Vandaag ga ik de eerste serie van City Skylines starten. En speciaal voor deze serie, en vanaf nu ga ik dat denk ik ook altijd doen. Ik kan er... Wacht. Een bureaulamp heb ik ook nog een leven. Die is ik wel daarop aangesloten, want daar is mijn PlayStation... Dat weer dingen en mijn tv op aangesloten. Maar ik heb letterlijk niks om op te zetten, dus ik moet een staanpunt. Maar, want eerst zat ik op deze bij de GTA video's en de Minecraft video's. Maar ja, deze gebruik ik nu voor de tablet een beetje hoger te zetten. Speciaal voor deze serie. Dit wordt een Unlimited Money serie. Volgende serie 2 gaat met nog geen unlimited money zijn, dus dat ik echt op mijn geld moet letten. Maar serie 3 wordt weer met unlimited money en serie 4 weer zonder unlimited money. Dus enjoy, zou ik maar zeggen. Ja, tot zo. Tot zo. Ik heb een klein voordeel, want... mijn kastje is helemaal vol opgeladen. Dus het is perfect. Dus even aan het laden. Paradox Interactive. Dit is niet mijn eerste zicht op de game. Want ik heb al 3 werelden gemaakt. 2 met unlimited money. De eerste was mislukt omdat ik niet genoeg werkers had. Dus daar moet ik wel even opzetten ooit nog. Maar de foto van opa staat nog op wel bekende plekje. Nieuw game. De map die ik bij papa ook had. En het is een heel simpele map zonder bergen. En alles. Portburg heet mijn stadje. Dus Grand River is de map. Ik doe mijn stad altijd Metro City. Maar hoe ga ik het noemen? City Life. Erg stadleven. Hashtag... Oh, oeps. City, leven, stad leven, city life, hashtag, hashtag, in. YouTube City Life hashtag in YouTube. Next. Ja. Cheats voor de eerste serie wil ik wel unlimited money aan. Dus op deze wereld kan ik geen trofeeën verdienen. Start. Je kunt geen. Je kunt nu niks meer veranderen. Dus. En dit is een heel leuk spel, want zeker als je unlimited money hebt. Dus, hoe lang ben ik al bezig? 4 minuten en 30 seconden. Ja, deze video's gaan zoals elke andere video 15 minuten ongeveer duren. Nu heb ik de kans om rond te wandelen, want nu stik ik mijn kast niet in. Dus, dit is de grootte van de map nu. Daar ga ik het nu even mee doen. Als ik driehoekje inhoud en ik ga naar areas, dan kan ik land bijkopen, maar nu nog niet. Want
moet ik het eerste beetje gebouwd hebben. Dus, maar goed. Ik ga hier het begin van de stad aanleggen. Bij de snelweg. In dit spel kun je ook echt snelweg. Ik bedoel, ja, snelweg, dat is logisch. Maar, dan kun je letterlijk verkeersproblemen hebben. Elektriciteitsproblemen. Noem maar op. Even curve aanzetten. Goed. Ik ga voor nu even met deze starten. Dan leg je hier zo een normale weg. Even geen bocht alstublieft. Dank u wel. Dat is nu wel een bocht, maar dat maakt niet uit. Hier ook een weg. Dat is ongeveer even lang. En dat is een beetje mislukt, maar dat maakt niet uit. Maar zo neem. Als je nu ernaast gaat, zo'n district, zo neem. Dus dan even small zet ik het altijd. Dus dan is het de bedoeling dat je gewoon alles in het groen inkleurt. Want er is nog keiveel vraag naar huizen. Maar ja. Vanaf hier mogen er weer wat huizen komen. Dit wordt een heel leuke serie, geloof mij. Want op een duur moet je ook brandweer zetten en alles. En politiebureaus, klinieken, ziekenhuizen. Hier moet ik zelfs op een duur een brug bouwen. En ik ga even waterleiding, dat moet je ook doen. Water pumping station. Oh, bij papa ging het andersom. Maar gingen ze hier verlaten gebouw. Normaal heb je. Wat is het nou? Wacht, toen start ik hier. Aan deze kant. Maar toen was de waterrichting anders. En hier staat nog een verlaten gebouw. Ja, boeien. Dus hier wil ik de water pompen. Ik ben een ervaren Cities Skylines speler, ongeveer toch? Denk ik toch? Dan is het de bedoeling om in het watermenu letterlijk alles zo blauw mogelijk te krijgen. Goed. Nou, en kijk, de eerste paar huizen beginnen te komen. Oh, dit is het eerste huis. Is ook net gebouwd. De eerste paar huizen beginnen te komen. En we zijn nog maar 9 minuten bezig. Oké, dat is al best ver. Eigenlijk. Let the water go in your shit. Oké, normaal kon ik al een dam plaatsen, maar nu blijkbaar niet. Want nu kun je ook letterlijk een kerncentrale zetten en alles. Dus voor nu moet je doen met windturbines. En ik doe er 3 al meteen gelijk van. Dit moet je verplicht aan elkaar aansluiten. Dus dat moet verplicht. Anders werkt het niet. Maar dus dan leg je het hier aan. Als ze hier nou eens beginnen bouwen, dan
Ja, ik doe dat zo realistisch mogelijk, zo langs de weg af. Nu is het aangesloten aan het stroomnetwerk, krijgt het dingetje. Dan moet je terug naar het water gaan en het voorlaatste pakken. Water drain pipe. En dat is riolering. Dus hier zijn mijn waterpompstations. Dan is het beste dat ik hier de riolering in plaats. Want anders, want op een duur wordt het water ook wel echt bruin. En dan zit er dus poep in het water. En dat wil je niet drinken. Want die bewoners in de stad die zijn zo dom dat ze dan nog steeds beginnen drinken. Maar ik doe meteen ook weer heel erg veel. Dat kun je gewoon aansluiten aan het waternetwerk. Anders werkt dat niet. Dus gewoon aansluiten op het waternetwerk. Deze dingen hebben nog geen. Die waterpompen hebben nog even geen stroom. Daar ga ik even voor zorgen. Hier gewoon even naast leggen. En dan hebben die hier volgens mij wel stroom. Hier is het probleem ook weg. En ik heb nog maar een paar minuten. Dit zijn korte video's. Ik vind eigenlijk ook van wel. Maar langer kan ik niet uploaden. Mijn tablet laat dat niet toe. Hier is zo'n roestige pijp. Aan de andere kant is dat mooi. Maar op een deur. Stel je voor, dit is allemaal gebouwd. Volgebouwd. En ik weet dat als je ginder een beetje doorgaat, dat daar een treinspoor is. En daar kan ik op een uur ook letterlijk een station voor aanleggen. En ik kan al een coalpowerplant, maar ik heb nog geen kool in de stad. Dus er zijn geen problemen, maar ik ga door. Laat dan maar doorlopen. Ik ben van plan om eerst dit gebied aan deze kant van de rivier vol te bouwen en dan pas een brug te bouwen. Dan is het toch een beetje raar, vind ik. Dat huis mag even weg. Ik ga nog snel even winkels aanleggen, want de tijd is eigenlijk al voorbij. Want daar kun je ook vraag naar hebben. Dus aan de grote weg horen vaak winkels te zijn. Dus, en op een duur moet je ook industrie aanleggen en alles. Dus niet zo makkelijk. En wacht heel even, dit wil ik hier nou niet, want daar moet op een deur nog een brug zijn. En ik ga saven. Metro City 3, dat is pas deze avond nog, vorige avond nog gedaan. Saving. En dan ga ik dit hier nog even aanvullen. Dat hoeft niet per se gesaved te worden, want ik weet dat dit huis moet zijn als het niet automatisch saved. Maar toch, saven. CityLife hashtag 1 op YouTube. Voor YouTube. Allee, het is niet echt gemaakt deze serie voor YouTube echt, maar ja. Voor jullie nog te entertainen. Quit to main menu. Like, abonneer en bye bye.